Heeft uw leven richting? Bent u heer of slaaf? Dit is Durf te Denken, een programma van Human en Brandstof. Met een reeks korte tv-colleges ontdekken we wat we nu kunnen met de ideeën van grote denkers uit het verleden. Vandaag Nietzsche. Friedrich Nietzsche wil aan de mens een vitalisme en waardigheid teruggeven die is kwijtgeraakt sinds de klassieke Griekse cultuur. Toen dwongen grootse prestaties, autonomie en dominantie nog bewondering af. Bij het christendom wordt al het grootste juist verdacht gemaakt. Het christendom is een techniek van de middelmatige massamens om de aristocratische vrije geest te knechten, vindt Nietzsche. Hij spreekt van een slavenmoraal. Alles wat zich onderscheidt, moet terug de kudde in. Nietzsche is een anti-humanist. Gelijke rechten voor alle burgers is het doel, maar voor Nietzsche biedt dat slechts een schijnzekerheid. Niet veel anders dan het zogenaamde hiernamaals van christenen. In zijn boek De Vrolijke Wetenschap lachen zogenaamd verlichte burgers een dolle mens uit die zegt God te zoeken. God? Die hebben we niet meer nodig, roepen ze. Maar de dolle mens begrijpt veel beter wat vrijheid betekent nu God dood is. Een totale desoriëntatie. Een volkomen verlies van wat goed of kwaad is. We moeten eerst leren leven met het tragische besef dat niets vaststaat. Ook idealen niet. Pas dan kunnen we zelf waarde scheppen. Ons durven onderscheiden. Dat is gevaarlijk. We kunnen falen. Maar ook van ellende moeten we houden. Je eigen falen of ongeluk afschuiven op anderen of op een god is er niet meer bij. Amor fati, noemt Nietzsche het. Heb uw lot lief. Dames en heren, filosofie is voor Nietzsche eigenlijk in zekere zin een weerspiegeling van het leven van de filosoof. Dus filosofie is autobiografie. En Nietzsche zal dus niet meteen doen wat de klassieke filosofen doen, namelijk zelf ook op zoek gaan naar de waarheid en zelf ook moraal verkondigen en zelf ook zaken over religie aan het licht brengen of zelf ook iets over schoonheid zeggen. Maar Nietzsche gaat eerst zeggen van waarom hebben mensen eigenlijk waarheid nodig? En wat betekent kennis in het leven van mensen? En wat betekent moraal in het leven van mensen? Dus je zou je kunnen afvragen of Nietzsche niet eigenlijk ook een tegenfilosoof is. Nou, kijk naar de titels van de grote filosofen. Hegel, Phänomenologie des Geistes. Of Kant, Kritiek der reine Vernunft. En dan komt Nietzsche met Vrolijke Wetenschap. Of met Morgenrood. Of met Menschliches, Allzumenschliches. Of Voorbij Goed en Kwaad. Dat zijn eigenlijk veel meer literaire titels. En dat verraadt eigenlijk al dat het werk van Nietzsche, dat het eigenlijk iets anders is. Iedereen die Nietzsche leest, raakt onmiddellijk hevig onder de indruk van wat daar bij Nietzsche gebeurt. Je leest een tekst bij Nietzsche en je raakt in een soort transe. Je komt in beweging, je wordt geraakt, je wordt geïnspireerd. Of je wordt kwaad, of je wordt vrolijk. Nietzsche roept iets op. We kennen allemaal het fenomeen dat je in een concert bent. En de eerste tonen beginnen en langzamerhand denk je, raak je helemaal alles wat je, waarmee je voordat je naar het concert was mee behept was. Al die zorgen en al dat gedoe en alles wat je morgen moet gaan doen. Dat raak je kwijt, je komt in een trance. Je komt in een andere sfeer. En als je Nietzsche leest, kom je in een andere sfeer. Je komt in een soort van ervaring. En dat wil ik jullie even laten zien aan de hand van een bepaald fragment. We krijgen straks nog een paar fragmenten. Als je Nietzsche begint te lezen, gebeurt er iets met je. Ik zal een mooi voorbeeld geven uit zijn oeuvre, uit zijn werk, namelijk uit het boek Morgenrood, getiteld In het grote zwijgen. Het is een tekst die we allemaal herkennen als het gaat over onze ervaring om als mens in de natuur te staan. Deze tekst gaat over de zee, maar het kan net zo goed gaan over de bomen, de hemel, een weiland. De ervaring dat je alleen in de natuur bent en tegenover die natuur staat en je dan vragen stelt over jezelf. Hier is de zee. Hier kunnen we de stad vergeten. Wel bijren juist nog haar klokken het Ave Maria. Het is dat duistere en dwaze, maar zoete gedruis op het kruispunt van dag en nacht. Maar niet langer dan één ogenblik. Nu zwijgt alles.
De zee ligt er bleek en glanzend bij. Ze kan niet spreken. De hemel speelt zijn eeuwig stomme avondspel met rode, gele, groene kleuren. Hij kan niet spreken. De kleine klippen en rotsstroken die in zee uitlopen, als om de plek te vinden waar het het eenzaamst is, ze kunnen allen niet spreken. Deze ontzaglijke zwijgzaamheid die ons plotseling overvalt, is mooi en huiveringwekkend. Het hart zwelt erbij. Streepje. En dat is typisch iets voor Nietzsche. Een gedachtenstreepje. Tot dusverre hebben we de stem gehoord van waaruit Nietzsche spreekt, die zegt: de hemel kan niet spreken, de zee kan niet spreken. En wij zijn dus totaal anders dan de natuur. Maar nu komt er een tegenbeweging op gang. En dat is het interessante van Nietzsche, dat hij, in tegenstelling tot de meeste andere filosofen die maar één stem hebben, waar je voortdurend maar één stem aan het woord hoort, dat je bij hem nu ineens een tegenstem krijgt, een andere Nietzsche. O, de huichelarij van deze stomme schoonheid. Hoe goed zou ze kunnen spreken? En hoe bozaardig ook als zij wilde. Streepje. Met andere woorden, de natuur zou best kunnen spreken. De lucht, de hemel, de wei, de bomen. Derde beweging. Weer een andere stem. Het zij zo. Ik schaam mij er niet voor voorwerp van spot te zijn voor zulke machten. Maar ik beklaag jouw natuur dat jij moet zwijgen. Streepje. Met andere woorden. Nou ja, ik schaam me niet voor zulke machten als de natuur zijn, maar ik voel me als mens toch wel verheven boven de natuur, want ik kan wel spreken. Een nieuwe stem. Ach, het wordt nog stiller en nog eens zwelt mijn hart, het schrikt van een nieuwe waarheid. Het kan ook niet spreken. Het spot zelf mee wanneer de mond iets uitroept in deze schoonheid. Het geniet zelfs zijn zoete bozadigheid van het zwijgen. Het spreken, het denken zelfs, gaat mij tegenstaan. Hoor ik dan niet achter elk woord de dwaling, de inbeelding, de geest van de waan lachen? Moet ik niet met mijn medelijden spotten, met mijn spot spotten? Gedachtenstreepje. Met andere woorden, wat gebeurt er eigenlijk wanneer wij spreken? Wat betekent het dat wij een stem nemen, dat wij iets zeggen? Wie is die ik die daar aan het woord is? En vandaar dat Nietzsche als volgt eindigt in zijn tekst. O zee, o avond, jullie zijn onaangename leermeesters. Jullie leren de mens op te houden, mens te zijn. Moet hij zich aan jullie overgeven? Moet hij worden zoals jullie nu zijn? Bleek, glanzend, stom, ontzaglijk, rustend boven zichzelf. Boven zichzelf verheven? Vraagteken. Met andere woorden, Nietzsche stelt ons hier de vraag, in hoeverre verschilt de mens van de natuur? Is hij hetzelfde als de natuur? Is de mens een natuurwezen? Of is hij echt meer dan een natuurwezen? En wat is de mens dan? Dit is eigenlijk een hele scherpe analyse van Nietzsche over de vraag, wat betekent het om mens te zijn? En is er wel zo'n grote tegenstelling tussen mens en natuur? En dat doet hij eigenlijk op een hele elegante manier door iets heel erg moois, door hele mooie natuurbeelden, door die te vertolken. En ik zal nu verder gaan met een ander fragment, waarin het nu niet over direct over de mens gaat, maar waarin het gaat over God. Maar op zo'n manier dat dat onmiddellijk heftig op ons terugslaat. In 1882 schrijft Nietzsche een klein verhaaltje en dat staat in de Vrolijke Wetenschap. Het heet De Dolle Mens, oftewel De Idioot, oftewel in het Duits Der Tolle Mensch. Dat is belangrijk, Der Tolle Mensch. Hebben jullie niet gehoord van die dolle mens? Ook wel die idioot, van die idioot, die daar op klaarlichte dag een lantaarn aanstak, de markt opliep en onophoudelijk schreeuwde, ik zoek God, ik zoek God. Omdat er daar juist veel van die lieden bijeen stonden die niet aan God geloofden, verwekte dit groot gelach. Is hij soms verloren gegaan? Is hij verdwaald als een kind? Heeft hij zich verstopt of is hij bang voor ons? Is hij scheep gegaan? Naar het buitenland vertrokken en zo schreeuwden en lachten ze door elkaar en de dolle mens sprong tussen hen in en doorboorde hen met zijn blikken. Waar God heen is, riep hij uit, dat zal ik jullie vertellen. Wij hebben hem gedood, jullie en ik. Wij allen zijn zijn moordenaars. Maar hoe hebben we dit gedaan? Hoe hebben wij de zee kunnen leegdrinken? Wie gaf ons de spons om de hele horizon uit te vegen? Wat hebben we gedaan toen wij deze aarde van haar zon loskoppelden?
In welke richting beweegt zij zich nu? In welke richting bewegen wij ons? Weg van alle zonnen? Vallen wij niet aan één stuk door? Achterwaarts, zijwaarts, voorwaarts, alle kanten op? Is er nog wel een boven en beneden? Dolen we niet als door een oneindig niets? Hele rare tekst. Nog veel vreemder eigenlijk als die vorige tekst over die natuurervaring. Maar eigenlijk fundamenteel voor Nietzsche. Over deze tekst zijn eigenlijk, je zou wel zeggen, honderden filosofen hebben zich over die tekst heen gebogen om te kijken, wat betekent dat niet? Wat betekent dat nou als een filosoof schrijft van God is dood? Ongetwijfeld is het een metafoor. Nietzsche probeert iets uit te drukken. Maar wat probeert hij uit te drukken? Hij probeert opnieuw een soort ervaring uit te drukken. Een ervaring die ergens rond 1850, 1900 in de westerse cultuur aan de orde is. En natuurlijk heeft het te maken met secularisering. En natuurlijk heeft het te maken met het idee van mensen dat ze langzamerhand beginnen te ontdekken. Dat geloof waar mensen 2000 jaar lang, dat christelijk geloof natuurlijk waar mensen 2000 jaar lang in geleefd hebben, dat niet vanzelfsprekend is. Dat het misschien wel een illusie is. Maar dan komen de verlichte mensen, die mensen die hem uitlachen, die mensen die idioot uitlachen, en die zeggen, ja, maar dat weten we allemaal lang. Iedereen weet dat God niet bestaat, dus wat hebben we daar nou aan? En dan springt hij tussen hen in en dan zegt hij van, jullie begrijpen er niks van. Jullie verlichtingsfiguren, verlichtingshelden, rationele geesten, jullie denken dat je het begrijpt, maar je begrijpt het nog steeds niet. We hebben hem gedood. En dolen wij niet als door een oneindig niets. En nu komt Nietzsche met een soort tegenverhaal, zou je kunnen zeggen, waarin hij eigenlijk probeert te laten zien dat er helemaal niet zoiets is als een vaste zon, als een vast fundament. En dat waarheid, schoonheid, moraal misschien helemaal geen fundament heeft. Maar dat het een kwestie is van geschiedenis, biografie, tijd, conventies, afspraken, maar niet een fundament. En dat betekent dan eigenlijk een hele fundamentele diepe ervaring, namelijk of het wel waar is dat we in een wereld leven die ergens een fundament heeft, hè, waar ergens een houvast is. God is eigenlijk misschien gewoon een woord voor een houvast. God is goed, God is de schoonheid, God is de waarheid. Maar als dat wegvalt, dan zijn er geen waarheden meer. Dan zijn er misschien alleen maar meningen. En als er geen moraal is, dan zijn er misschien alleen maar pogingen om elkaar af en toe vast te houden. Maar als we zin hebben, dan vermoorden we de anderen. Dan hebben we ook niks te zeggen tegen de maffia. Dan hebben we ook niks te zeggen tegen de sluipmoordenaar. Dan hebben we niks te zeggen tegen Anders Breivik. Want het is een kwestie van conventie. Het is een kwestie van wat je wilt. Een kwestie van macht misschien. En Nietzsche is dus inderdaad ook een diepe filosoof van de macht. De vraag die zich vervolgens hierna aandient, is natuurlijk van ja, wat betekent dat dan voor mensen? Zijn we in staat om die ervaring van de dood van God te verdragen? Kunnen we daarmee omgaan? En dan komt het nieuwe grote vraagteken bij Nietzsche, namelijk nihilisme. Nihilisme betekent misschien dat alles wat van belang is, misschien helemaal niet belangrijk is. En dat er geen waarheid bestaat. En dat er vraagtekens zijn over schoonheid. Dat er vraagtekens zijn over moraal. Het ontstaan van de vraag, heeft het leven wel zin? Is niet eigenlijk al zinloos? En als het antwoord daarop ja is, ja, dan raken we natuurlijk toch langzamerhand wel in heel zwart vaarwater. Er is een heel interessante film die heel kort iets laat zien over hoe in de geschiedenis van de filosofie steeds weer filosofen gekomen zijn, zoals Kant, maar ook Hegel en Marx, die laten zien dat in de geschiedenis de zin van het leven opgesloten zit. Bijvoorbeeld Hegel die zegt, we zijn met z'n allen opgenomen in een beweging van vooruitgang. We leven steeds zinvoller. Of Marx die zegt, het gaat eigenlijk gewoon om het ontdekken dat wij op weg zijn naar een klasseloze maatschappij om dat te bevorderen. De zin van het leven is dat langzamerhand alle mensen gelijk worden en dat we in een rechtvaardige wereld terechtkomen. En dan komt Nietzsche en die zegt, allemaal valse idealen, allemaal valse hoop. En dan is natuurlijk de vraag van, ja, wat is dan het doel van ons leven? Er is een hele leuke film over en die wil ik jullie nu heel kort laten zien. Een typisch kenmerk van het Joodse en het christelijke geloof is dat ze geschiedenis beschouwen als een lineaire ontwikkeling met een begin en een einde. Er is een duidelijk doel in het leven. Die manier van denken beïnvloedde ook filosofen als Hegel en Marx. Ook zij formuleerden waarden en doelstellingen voor de hele samenleving. Hegel gives a very clear picture of what the ends of life are. Human beings are rational being, rational life. And then you see the whole of history as it were bringing about, or design in a sense to bring about, this end in which human beings come to the fullest realization of reason and freedom. So
If you can identify with that as the ends of life, then you can get a deep sense of satisfaction and meaning out of, as it were, being part of this process and playing your role in bringing this about. Vandaag de dag draait de zin van het leven vooral om sensatie en genot. Je zou kunnen zeggen dat we na een tijdperk van verlichting nu in een tijdperk van sensatie leven. Die ervaring van fun, die wij natuurlijk heel goed kennen. Niet dat Nietzsche daar tegen was, maar voor hem was het grote probleem of ons leven daar niet voorkomen in zou eindigen. Met andere woorden, twee ervaringen. Na de dood van God of mensen vinden het leven voorkomen zinloos en eindigen in depressie. Of ze verdwijnen in de fun. Maar hij probeert eigenlijk ook een uitweg te laten zien. En dat zie je in allemaal kleine fragmenten waarin hij iets heeft over... Word wie je bent. Probeer jezelf te overwinnen. Wees soeverein. Probeer een heer te zijn en geen slaaf. Misschien het belangrijkste betekenis van Nietzsche is zijn betekenis als moraalfilosoof. Aan de ene kant iemand die de heersende moraal onderuit haalt als zijnde slavenmoraal. Dat mensen eigenlijk alleen maar leven naar wat anderen zeggen. En wat hij dus probeert te laten zien, hoe kunnen wij nu zelf in een leven waarin we geen fundament hebben en waarin de markt zegt van kom maar, wij maken het wel leuk voor jullie. Hoe kun je daarin toch nog een belangrijk leven leiden? En hij heeft een paar prachtige teksten geschreven over de manier waarop mensen als het ware te midden van allerlei bestaansonzekerheid en hele ingewikkelde levensprocessen. We weten allemaal dat we doodgaan, we weten allemaal wat pijn is. Je weet ook wat het betekent om niet erkend te worden door een ander of om belazerd te worden door iemand anders. Hoe kunnen we daarin overeind blijven? En dan heeft hij een hele mooie weg geschetst. Dat noemt hij eigenlijk de weg naar de grote gezondheid. Weer zo'n metafoor. Dus de weg van de ziekte naar de gezondheid. Of de weg van de gebondenheid naar de vrijheid. En hoe ziet die weg eruit? Dat is eigenlijk een prachtige beschrijving. Hij zegt, eerst zijn we gebonden. Je wordt allemaal geboren in een bepaald gezin. En daarin word je opgevoed volgens de regels van het gezin en de regels van de cultuur. En op een bepaald moment... dan ben je het zat. Op een bepaald moment merk je van... ja, maar ik wil ook mijn eigen leven leiden. En dan maak je je los van die gevangenis, zou je kunnen zeggen. Dus dan probeer je uit te breken. Probeer je als het ware op zoek te gaan naar van wat van jou is. En niet alleen de stem van anderen. En probeer je eigen stem op het spoor te komen. En hoe gaat dat? Nou, eerst is er de losmaking. En dan zegt hij, ja, veel mensen komen dan terecht in een soort van rebellie. Het was thuis niks, daar ben je bedrogen... Nu breek je uit. Dat kan natuurlijk ook zijn dat je uit de partij breekt of van de kerk weggaat of van een onderdrukkende vader of moeder weggaat of van een partner die altijd tegen jou zei hoe het moest. Daar breek je uit. En dan de eerste reactie is van ja, het deugt allemaal niet. Dus wat er nu nieuw op me afkomt, dat is ook gevaarlijk. Hè? Oppassen. Dus er ontstaat iets van rebellie, revolte. Het doet er niet toe wat de reden is, maar je bent gewoon bijna puberaal zou je kunnen zeggen in het verzet. Niets deugt. Argwanen tegen de waarheid van wat er allemaal dan aangereikt wordt. Dat is natuurlijk niet vol te houden. Je kunt natuurlijk niet de hele tijd alleen maar als een rebel, als een revolutionair rondlopen. De bedoeling is natuurlijk ook van dat je op een gegeven moment ontdekt van ja, het is niet allemaal destructief in dit leven. Maar wat dan? En dan ontstaat er de fase, zegt hij van, dat noemt hij de fase van de tussenmens. Je bent eerst gebonden geweest, daarna heb je alleen maar gerebelleerd, dan was je zelf eigenlijk nog het slachtoffer van je eigen rebellie. En dan treed je terug. En dan ga je een tijdje als het ware... Je zou bijna zeggen, in een soort tussenruimte leven. Geen ja en geen nee, zegt hij. Je probeert, als het ware, in een soort van voorzichtigheid te leven. Voorzichtig, niet om jezelf kapot te maken... en voorzichtig om niet anderen kapot te maken... maar om dan op het spoor te komen van, maar waar gaat het nou eigenlijk over? En net als iemand die langzaam beter wordt, zegt hij... in het begin ben je hartstikke ziek, dan begin je langzaam beter te worden... dan moet je niet meteen weer... alles gaan eten en alles tot je nemen, dan moet je heel voorzichtig gaan proeven van het leven. En dan ga je langzaam op zoek. En dan kom je langzaam, zegt hij, in de buurt van de beslissende fase. Namelijk, dat noemt hij dan weer de grote gezondheid van... wat is in mijn leven eigenlijk werkelijk van belang? Ik heb dat geprobeerd, ik heb dat neergesmeten, ik ben daar vertrokken. Ik heb daar weer een blunder gemaakt. En langzamerhand ontdek je, ah, dit is eigenlijk iets wat misschien wel bij mij past... Dit is misschien wel echt waardevol. Hier gaat het misschien wel om. En dat noemt hij dan in een bepaald jargon... op zoek gaan naar je eigen rangorde van waarde. Dus we hebben net in die film een aantal zaken gezien zoals...
dat je gaat vliegen, of dat je in het amusement stort, of dat je gaat kajakken. Dus de moderne funcultuur, en daar is op zich misschien niks tegen, maar als je daar niet iets parallel aan vindt wat je werkelijk van belangrijk vindt, dan is het de vraag of je in een echt zinvol leven terechtkomt. En Nietzsche schetst dus eigenlijk een weg hoe je uit die gebondenheid niet alleen maar in een totale marktsfeer terechtkomt, maar dat je dus ook in een wereld terechtkomt waarin je iets ontdekt wat voor jou ten diepste van belang is. Dus je moet proberen, zegt hij, om langzamerhand uit de slavernij in een soort van soevereiniteit, in een soort van autonomie en uiteindelijk misschien wel in een soort van authenticiteit terecht te komen. Authenticiteit is trouw zijn aan jezelf. En trouw zijn aan jezelf kun je alleen maar experimenteel ontdekken, door langzamerhand in je leven te ontdekken. Ik vind niet dat wat mijn vader zegt echt belangrijk. Maar wat mijn moeder zei, dat is eigenlijk belangrijker dan ik altijd gedacht had. En wat die docent zei, en toen ik in dat boek dat las, toen dacht ik, ja, dit past misschien wel bij mij, maar ik durfde het nog niet. En nu durf ik het wel. Het gaat dus om langzamerhand een soort rangorde van waarde te ontdekken die jouw rangorde is. Die haal je niet helemaal ex nihilo, die haal je niet zomaar nergens vandaan. Dat is natuurlijk, we leven natuurlijk in een cultuur waarin een aantal zaken van belang gevonden worden. Ik noem maar wat. Verantwoordelijkheid. Denk aan de problemen die wij op dit moment hebben met allerlei zaken rondom geld, kredietcrisis of ouderschap, je rol als ouder, je verantwoordelijkheid als ouderen. Of bijvoorbeeld in je werk. Dus bijvoorbeeld verantwoordelijkheid. Misschien zeg je wel van ja, ik heb gewoon geen zin meer om de boel te blazen. En ik heb geen zin om me afwijzig te houden. Ik vind het belangrijk dat mensen op een bepaalde manier betrouwbaar zijn. Dus betrouwbaarheid, dat is voor mij een leidraad. En ik wil gewoon leven in betrouwbaarheid. En ze kunnen me verder wat. Als ik aan het eind van mijn leven niet kan zeggen dat ik een betrouwbaar leven geleid heb, dan heeft het leven voor mij geen zin gehad. Ik wil als een betrouwbaar mens leven. En dat is natuurlijk mutatis mutandis. Dat kan ook iets anders zijn. Dat kan schoonheid zijn. Dat kan authenticiteit zijn. Dat kan dankbaarheid zijn. Maar voor Nietzsche is het dus heel belangrijk dat je probeert om in je eigen vorm van waarde terecht te komen. En hij zal zeggen, en dat is de manier, niet meer door je aan een eeuwig hou vast, door aan God of aan een partij of aan een gebod of aan een bepaalde discipline vast te houden, maar steeds, omdat het leven nu eenmaal onzeker is, te proberen om steeds jezelf trouw te zijn door aan een bepaalde waarde steeds beter vast te kunnen houden. Dat is volgens hem, dat is de enige manier, zegt hij, om in het leven een zinvol leven te krijgen. En vandaar natuurlijk dat ik daar een aantal vragen aan gekoppeld heb die ik graag met jullie zou willen bespreken over, ja, wat betekent God voor jullie? Of betekent God nog steeds iets voor je? Of wat is volgens jullie dan de zin van het leven? Of is het leven eigenlijk inderdaad zinloos? Of is het waar wat Taylor zegt, eigenlijk heel Nietzscheaans, terwijl Taylor eigenlijk een diepe katholiek is, maar is het waar wat Taylor zegt, dat als je alleen maar bridget en golft en leuke dingen doet zonder dat je in je leven iets hebt wat er werkelijk toe doet, ja, dat je dan eigenlijk toch in een vrij zinloos leven terecht zult komen. Is dat waar? En kennen jullie die ervaring? Dat zijn eigenlijk grote ervaringen die ik in de discussie wel met je zou willen bespreken. Dus we moeten erachter komen, onderzoeken wat wij nou echt van belang vinden. Ja. Hoe komen we daarachter? Wat er nu leeft, is niet de zoekende maatschappij, maar een gevangen maatschappij die daarvan los zou moeten komen. Hoe kunnen we daar eigenlijk weer in geloven in de kracht van het collectief?